Hoi. Hey, sleutelschijf. Gadver. Cornflakes. Je moet ervan houden, hè? Ontbijt. Ik werk s'nachts, weet je nog? Ja, wie niet? Probleem met de koters. Nou, ik heb het wel in de hand, denk ik. Daarom ben ik hier ook. Een van de jongens heeft een baantje gevonden. En ik had beloofd een woonruimte te zoeken, dus ik ga hier en daar even mijn licht opsteken. En je wou mijn jasje leen? Een paar uurtjes. Nee, gaat je gang maar. Ik kan mijn auto ook al meenemen als je wil. Appie is een eind aan het rijden met het dure vriendinnetje van hem. Ah, dat gaat de goede kant op. Als je nou slim speelt, is hij binnenkort playboy. Nou ja, als hij in dit tempo doorgaat, is hij volgens haar vader. Hij is al niet de meest ideale logé. Maar door dat gedoe met het kind van hiernaast gaat alles nog 10 keer zo snel. Als hij nou maar wist waar hij mee bezig was. Straks gaat het mis, dan kan ik het weer aan elkaar lijmen. Ik ben echt gek op rijden. Alleen thuis doen we het bijna nooit. Als we ergens heen gaan, dan is het meestal met het vliegtuig. Nou, het gaat op den duur ook behoorlijk probleem. Ik hou er ook wel van. Van autorijden bedoel ik. We kunnen mama's Mercedes wel eens nemen, maar ze rijdt toch nooit. Of de bestelwagen van mijn vader. Nou, mama terug is, hè. Moet jullie echt eens kennis met elkaar maken. Ik denk dat jullie het heel goed met elkaar kunnen vinden. Waarom niet? Ook om je vanavond niet bij ons eten. Dat is meteen een soort welkomstfeestje voor mama. Doen we? Ach god, kan niet. Ze zijn nog steeds aan het behangen bij ons thuis. Dat geeft toch helemaal niks? Jawel, tuurlijk. Ik zou me doodschamen als ik jou in zo'n puinhoop zou moeten ontvangen. Nu niet bij Arnie terecht. Vast wel. Nou, we staan geregeld. We dineren bij Arnie. Vanavond 7:30. Goed. Nou, je hoeft je niet uit te slopen. Jasjes, prima. Wacht eens even. Dat wordt echt een fantastische avond. Ik verheug me erop. Als mama eenmaal jou gezien heeft. Wie weet. Ja. Wie weet. Ik weet dat je je zorgen maakt om je tante Linda. Maar dit kan je gewoon niet laten schieten. Het betaalt goed. Je ziet wat van de wereld. En je krijgt de kans om met een van de groten uit het vak te werken. Maar ik zeg ook niet dat ik het niet doe. Ik zeg alleen dat mijn hoofd er nu niet meer staat. Goed, laat mij dan de knoop doorhakken. Ten slotte ben ik je manager. Waarom wil je eigenlijk ineens zo snel weg? Je vertrouwde Jeannette nog niet eens toe om koffie te zetten. Nou benoem je er ineens tot je plaatsvervanger. Omdat het de enige oplossing is. Als ik niet snel met 13.000 gulden over de brug kom, dan maken de lui van Westmeer gehakt van me. En met dit reisje los je dat allemaal op? Dat geeft in ieder geval wat bewegingsvrijheid de komende weken. Bovendien heb ik een ideetje waarmee in 1 keer alles is opgelost. Maar dan heb ik dan wel jouw hulp bij nodig. Het spijt me, Rien, maar ik kan het echt nog niet zeggen. Oké, denk er dan maar even over na. Maar niet te lang. When you need a friend, someone you can lean on. Hey! Hey. Ik ben net even aan het opruimen. Oh, en hoe staat het met je kookkunsten? Beter dan uit. Zullen we dan maar meteen trouwen? Ja. Maar er is wel één ding. Ik heb chipjes in bed. Daar is een bed niet voor. Laat dan maar zitten. Hey, je moest toch werken vanochtend? Jawel, maar ik ben de hele morgen op zoek geweest naar een huis voor Annette. Het wil niet echt lukken. Ja, maar dat heeft ze ook een beetje aan zichzelf te danken. Je hebt nou Merel en Emiel in huis, dat is toch vraag om moeilijkheden? Je hebt volkomen gelijk. Annette is ook veel te aardig, hè? Als er bij jou een oude vriend op de stoep zou staan die geen kant meer op kon, dan zou je ook zeggen, dan ga maar weer weg. Tegen Appie zeggen we eenmaal heel moeilijk nee. Tegen Mirjam en Emiel dan wel. Hier. Het rooster voor van de week zijn met wijzigingen in. Ja, denk je. Ja, dat dacht ik wel. Echt weer iets voor mij. Hallo. Hoi. Ik moet er weer vandoor, sorry hoor. Geef je even zo'n olie door wat de bedoeling is vandaag? Ja? Dag! Ab, wat moet je doorgeven? Ja, kijk, Nicola, moeder en ik hebben een etentje vanavond. Ah, leuk toch? Ja, alleen het punt is dat etentje is hier. Sorry, wat zei je? Dat etentje, we wilden het hier doen als je rent. Wat? Maar Suzanne en jij zijn natuurlijk ook van harte welkom. Oh, Ab, hartelijk bedankt! Doe ze even lekker normaal, joh! Wat die mensen gewend zijn, dat organiseer je niet in een paar uur. Daar heb je een paar dagen voor nodig. Nou, misschien heb je wel gelijk, maar... En daarom gebeurt het niet. Maar Nicole rekent er helemaal op. Ab, ik meen het. Het gaat niet door.
Oh. Nou, dan ga ik het gewoon snel vertellen. Wacht even. Het zou misschien kunnen lukken, toch? Alles kan. Nou, waar wachten we dan nog op, hè? Denk nou eventjes goed na, Peter. Dit is echt heel belangrijk. Heb je nou Daniel nooit horen praten over een of andere flipsen of een kennis van hem die een buitenhuis heeft ergens in de buurt van Bergen? Nee, ik weet het heel zeker. Ik heb hem überhaupt nooit over vrienden horen praten. Ik ging er maar vanuit dat hij ze niet had. Wat is er eigenlijk aan de hand? Ja, ik moet hem gewoon eventjes spreken, dat is alles. Ja, ik net zo goed. Ik zit hier tot aan mijn nek in het werk en meneertje zit gezellig in zijn buitenhuisje. Ik heb hem hier nodig. Zeg dat maar tegen hem als je hem gevonden hebt. In ieder geval bedankt. Oké. Ja? Linda, met Jeanette. Is Simon thuis? Nee, Simon is er niet. Maar als het over Robert gaat, dan geef ik het wel door. Nou, oké. Nou, ze verwachten me op kantoor niet eerder dan 3 uur onze tijd terug. Maar zodra hij er is, laten ze meteen bellen. Oké, bedankt Jeanette. Hé, Lin, wat is er eigenlijk allemaal aan de hand? Het is een beetje een lang verhaal, maar ik moet even open gaan doen. Ik vertel het je nog wel een keer, oké? Oké, graag. Hallo. Hoi. Zou je dit aan Annette willen geven? Het is zo druk op de praktijk, ik wil nu liever niet storen. Tuurlijk. Ik heb wat informatie verzameld over huizen voor Annette. Ze moet zich daarmee inschrijven, oké? Ja, ik geef het wel even. Koffie? Heerlijk. Ik heb de hele morgen nog nergens tijd voor gehad. Hoe gaat het met je? Heb je veel werk te doen? Ja, het gaat wel. Ik heb een aanbod gekregen van Rien om met hem en André Carpentier een soort tour te gaan maken door Europa. Zo, wat gek zeg. Als je om gezelschap verlegen zit. Alsjeblieft. Lekker, dank je. Ik weet alleen niet of ik wel wil. Hij meent. Het gaat zo snel allemaal. Nou, daar zou je vroeger ook geen seconde over nagedacht hebben. Is het om Arnie? Nee, ben je gek. Alhoewel. Misschien ook wel. Er komt zoveel op me af, ik weet gewoon niet meer wat ik ervan moet denken. Misschien zou ik dit niet moeten zeggen, maar soms is het goed om er een tijdje tussenuit te gaan. Om de dingen weer een beetje op een rijtje te krijgen. Kijk maar naar Arnie. Dus jij denkt dat het juist wel goed is, zo'n reisje? Het is maar een idee. Misschien is het goed voor jullie allebei, voor Rien en voor jou.